de wallen van het fort De Bilt bij Utrecht werden in de donkerste jaren van de bezetting tientallen verzetstrijders gefusilleerd. Thans zijn nabestaanden hier bijeengekomen voor de onthulling van een monument dat voor altijd de herinnering levend zal houden aan hen die hier voor het vuurpeloton vielen. Wat een plek om hier mensen kapot te schieten en op te hangen. Het is er niet te geloven. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het een van de mooiste monumentjes die we hebben. Ja. Ja, het starende blik. Ja. Ja. Goh. Van het kind en het hondje dat naar zijn baas kijkt. Of die nog eens een keer terugkomt. Ik vind het een van de mooiste monumentjes. Ja, dat is nog steeds goed. Ja. Dit is het oude fort van de Nederlandse militairen. Dat behoorde tot onze verdedigingslinie. En we hadden een heleboel van die forten. Maar die zijn allemaal niet nodig geweest. Want ze kwamen uit de lucht. Hier is de executieplaats. Hier zijn die mensen allemaal geëxecuteerd hier. Daar waar dat monument staat, stonden drie palen. Er werden ze tegenaan gezet. Of, vandaar dat we dat stuk de bloedbaan noemen. Als ze van die vrachtauto's afkwamen om hier geëxecuteerd te worden, dan werden ze soms in de rug al doodgeschoten. Stond daar een mitrailleur op die hoek, waar we nog net vandaan gekomen zijn. Ja. Allemaal verzet, mensen. Allemaal verzet. Ja, opgepakt door verraad of wat dan ook. Ja. We gingen naar huis met verlof. En in de wachtkamer in Boksel, daar hebben we op de trein zitten wachten. En er komen er een stel Duitsers binnen, allemaal officieren. En een van die officieren die gaat zitten tegenover een jonge vrouw, een Brabantse meid, met een klein kindje van een jaar of anderhalf, twee jaar denk ik. En hij zet zijn achtertas op de grond, maakt hem open en haalt er een reep chocola uit en gaat naar dat meisje zitten lokken. Ja, dat kind is niet wijs, dat klimt eraf. Hij zet het op zijn eigen schoot en dat was voor mij te veel. Ik ga er naartoe, ik sta keurig in de houding, ik neem dat kind af. En ik geef het terug aan de moeder. En toen had ik alle geluk wat er was. Toen kwam de trein binnen. Ja, wat er anders gebeurd zou worden, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat je dat geaccepteerd had. Saboteur ben ik mee begonnen. Dat was al vrij vroeg, in mei 1940. Dus stonden die Duitsers op de hoek van de Jaarbeurs, bijvoorbeeld in Utrecht. Met van die personenwagens, fort. Waar houten bankjes opgezet waren. Voor het Nederlandse leger. En die hadden die moffen natuurlijk ingepikt. En toen deden wij die tank op, een rode zand in die tank. Zo begon ons sabotagegericht. Oh, een schuilname. We wisten van elkaar wisten we niks. Totaal niets. Allemaal Pietersen. Ik heb bonnen verzameld. Op een manier die ze niet aanstond. Ik bedoel, voedselbonnen. Om weg te geven aan onderduikers die geen bonnen hadden. Ja, toch? Hele bonkaart en houden overvallen op een distributiekantoor. Op een distributiekantoor onder andere. In Maartensdijk. We moesten een terrein hebben waar gedrapt kan worden. En toen hebben ze mij naar Hooghalen gestuurd. Daar heb ik een prachtig terrein gevonden. Niet wetende dat het één bonk verraad was. En alles wat er afgeworpen is als parasitist, 58 stuks hebben ze gedrapt. Zijn rechtstreeks in de handen van de Duitsers terechtgekomen. En ze zijn allemaal kapot. Want de topspion van de Duitsers. Waar zat hij ondergedoken? In een kamertje in mijn onderduikadres in Den Haag. En het laatste bedrijf dat we uitgehaald hebben is parachutisten uit het Antonie ziekenhuis halen die bij Arnhem gevochten hadden. Dat kregen wij te horen van de heer Dekker die een elektriciteitszaak had op de hoek van het Oud-Kerkhof. En vertelde dat die kerels daar zaten en er wel uit wilden. Ja, dat begrijpen we. Hoe doen we dat? Toen hebben we een deal gesloten met die Dekker. Die heeft in de liftgang beneden in de kelder een gat laten hakken. Door zijn personeel. Want kabels moesten vernieuwd worden in die lift, dat weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval, hij moest elektriciteitswerken uitvoeren voor die Duitsers. En s'nachts gingen we dus via de Rembrandtkade. Daar had je een achteringang. En die deur was van slot gehaald. Gingen we erin om die lui op te halen. En het was toch hartstikke donker, ze zagen ons toch niet. En zo hebben we er 15 uitgehaald.
Ik kwam hier uit de oorlog terecht. Doordat ik in Scheveningen zat in de gevangenis. En dan werd ik op een goede dag uitgehaald. 40 mag zo'n transport, ze wordt erschossen. Maar dat hadden ze al meer gedaan. Dus dat geloofde ik ook niet meer. Maar ik werd er inderdaad uitgehaald. En ik werd geboeid. En ik ben hier gekomen met een auto. Werd ik hier gestopt. Ik zat vastgebonden aan een van die bewakers. En we zijn hier uitgestapt en regelrecht hier naartoe gelopen. En die ene die gaat met papieren, denk ik, die hij afgegeven heeft, dat kantoortje binnen. Aan de voorkant. Maar de deur stond open op een kier. En je let overal op, bijzonder in die toestand, zoals je daar bent. En ik hoorde die Duitsers zeggen, dat is niet de richtige bierman. En dan gaat mij een lichtje branden. Ik dacht, verdomme, ze hebben de verkeerde. En dat bleek ook zo. Want ze moesten een bierman hebben met twee N's. En de Duitsers die schrijven bierman met twee N's. Want alle correspondenten die ik heb, allemaal een bierman met twee N's. Maar ik had maar één N. En die soldaat die dacht, dat klopt niet. En toen hebben ze me daar in die bunker gestopt. Toen die kinderen ondergebracht waren, was het koud. Zoals mijn ouders het ook koud hadden, uiteraard, en ik ook. Ja, ja. Dus daar moest de kolen komen. Mijn zuster, oudste zuster, die woonde in Bilthoven. En de achterkant van het huis was begrensd met, aan de spoorlijn. Nog de huizen zijn nog steeds. En die begrensd is niet groter. En daar lag kolen, en dat kon je zo zien. Goed, daar hebben wij kolen gestolen. Dan hebben we die kolen naar Utrecht gebracht. Hier dwars door dat fort heen, ging het goed ook. Achteraf zeg je, ja inderdaad, hoe heb ik het kunnen doen? Want er stonden hier toch, die wachten. Maar ja, het was natuurlijk donker. Maar je liet hem met de hand, kregen ze over de straat, wat normaal niet kon. In gesloten tijd. Hè. Ik werd hier binnengebracht. Je bent één bonk spanning en zenuwen. En ze doen de deur weer dicht, en daar zat ik. Ik heb ook niet gezien dat er iemand gefusilleerd werd. Ik heb wel gehoord dat ze zelfs, als ze binnenkwamen, al kapotgeschoten werden. Door de Nederlandse SS. Maar voor de rest weet ik er niks van. Gelukkig niet. Maar ze hebben hem weer uitgehaald een paar uur later. En ze zijn weer teruggereden naar Scheveningen. Naar het Rai Hotel. Een bierman met twee N's moesten ze hebben. En ik had maar één N. Maar een vergissing. Want ik heb het leven behouden. Ondanks dat ik in de concentratiekampen heb gezeten. Waar ik tussen duizenden lijken gestaan heb. Maar het is meestal zo, bij ieder ramp wat er gebeurt, zijn er altijd nog een paar die het overleven. En die kunnen het vertellen. Toen na de oorlog, toen kreeg ik een dagvaarding. Ik moest verschijnen voor de rechtbank onder voorzitterschap. En die naam vergeet je ook nooit. Zeker meneer Visser. En daar kreeg ik het verhaal dat ik kolen gestolen had toen een boef was. Crimineel hoor. Kolen gestolen. En ik werd dus toch veroordeeld, want ik had nog eenmaal kolen gestolen. Tot 10 gulden boete. 10 gulden was toen een heleboel hoor. En ik zei, dat betaal ik niet. Ik denk er niet over. Maar goed, ik werd losgelaten. Toen heeft mijn moeder, die heeft dat betaald. Later kreeg ik bericht van koningin Wilhelmina dat ik had gratie verkregen op het feit dat ik daar kolen had. En toen zei ik, de koningin is de koningin en ik zal blijven voor haar blijven vechten. Maar betalen, homa. En ik wens geen gratie. Het zijn zulke afschuwelijke dingen geweest. Daar kon je niet over praten. De mensen waren kapot. Mensen die getrouwd waren. Die vrouw die kreeg een andere man terug dan ze gewend was. Maar die man kreeg ook een andere vrouw terug. Ze waren allebei rijper geworden. En velen zijn ook teruggekomen waarvan de vrouw met een ander was. Want in een gekkigheid heb ik eens een keer verteld, als ze teruggaan en je komt thuis, dan moet je de deur openmaken en je pet naar binnen gooien. En als je naar buiten teruggegooid wordt, dan moet je niet meer naar binnen gaan. Vanmorgen nog. Voel ik hierin kwam. Nieuwsberichten. Moeten we die nieuwsberichten gezegd. Er was een man van de Marie-Josée die in de oorlog bij de Marie-Josée was. En het verdomde om voor die Duitsers te werken. Dat dat gewoon niet deed. En dus ontslagen werd. En misschien wel gearresteerd werd, dat werd niet bijgezet. Die man is ontslagen. Later is hij met pensioen gegaan. En wat bleek, die 3 jaren dat hij dus ontslagen is geweest, kreeg hij geen pensioen over. Want hij was niet in militaire dienst. Zou je toch hier en daar niet met de hersens tegen de muur slaan?
Die mensen hebben in het verzet gezeten. En tot dank wordt ze geld ingehouden. En een klootzak die met zijn handen hoog staat, die krijgt een beste uitkering. En het is ook gebleken dat velen die terugkwamen, zelfs niet meer gewenst waren. Ook die dingen maak je mee. Ja, ik ben er wel een beetje trots op dat we dit zo weer voor elkaar krijgen. Ja. Met alle tegenwerking die er oorspronkelijk was. En gaan we weer terug? Ja. Hetzelfde pad? Ja.